Een heel goede avond. Drie regisseurs. Lindsay Anderson, Brian De Palma, Pier Paolo Pasolini. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Moeilijke filmquizvraag. Misschien zou Michel Follet er wel het antwoord op weten, want het heeft te maken met de muziek in hun films. Alle drie gebruikten ze fragmenten uit de Missa Luba. Wie de Expo 58 heeft meegemaakt, kent die Missa Luba waarschijnlijk nog. Ze was een van de attracties van het Missiepaviljoen, het pronkstuk van een Congolees jongenskoor, de troubadours van koning Boudewijn. Het koor uit Katanga stond onder leiding van een Vlaamse pater, Guido Hazen. Ze hadden de mis samen geïmproviseerd. De jongens gebruikten de traditionele Latijnse teksten, maar voor de muziek baseerden ze zich op melodieën die zij kenden en op de meeslepende ritmes van het Luba-volk. De troubadours maakten dus eigenlijk wereldmuziek nog voor het woord was uitgevonden. En hun Missa Luba maakte van hen in 58 heel leven vedettes. Maar de crisis in Congo na de onafhankelijkheid brak hun carrière snel weer af. Gelukkig heeft de muziek zelf wel overleefd. Dat merkt u meteen in de historie van de troubadours van koning Boudewijn. Het is mei 1960. Congo leeft in de roes van de dagen voor de onafhankelijkheid. Er staan grootse dingen te gebeuren. Deze jongens hebben al van de nieuwe tijd geproefd. In 1958 leefden ze 6 maanden in België op de wereldtentoonstelling. Rond dezelfde tijd vertrekt in Matadi een schip met aan boord de Vlaamse pater Guido Hazen. Hij was het die de jongens uit Katanga had samengebracht in een legendarisch koor. De troubadours van koning Boudewijn. Hazen gaat alleen maar met vakantie. Maar toch zullen de dirigent en de zangers elkaar nooit meer weerzien. De zwarte troubadours zijn wel blijven zingen. Door alle Congolese crisissen en oorlogen heen. Tot vandaag. Guido ging zijn eigen weg. Hij verliet in de jaren 60 zijn congregatie, trouwde en wijdde zich aan sociaal werk. Tegenwoordig is hij een gerespecteerd pottenbakker. Maar de band met de troubadours werd nooit helemaal doorgeknipt. Af en toe waren er contacten met Kamina en in de loop der jaren vonden sommige van de zangers door zijn toedoen de weg naar België. Enyi wa troubadoute, tona pashwa kufurahiwa. Tona omba 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 omba, tona omba 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 ote, ote. Na toto ote tu, wahapa kamina, tuna imba sana. De weg van Guido Hazen is die van veel van zijn generatiegenoten. Hij studeert op een katholiek college in Lokeren en die studies lopen als vanzelf uit in een priesteropleiding. Twee broers waren hem al vooraf gegaan. Mm.
Mijn oudste broer en mijn tweede broer, die zijn Franciscaan geworden. En bij mij zat het er van in het begin in. Was dat nu door de beïnvloeding van mijn broers? Ik weet het zelf niet, maar dat stond bij mij tamelijk vroeg vast dat ik ook die weg zou opgaan. Maar dan wel om ergens missionaris te kunnen zijn. En vooral dacht ik dan van in het begin aan China. Ook muziek speelt een voorname rol in de familie. Hazen heeft ook nog 5 zussen en van jongs af wordt er gemusiceerd. Geen gelegenheid wordt gemist om samen te zingen en te spelen. Er werd heel veel gezongen bij ons thuis. Vooral als moeder, het was heel muzikaal. Ik kende geen muziek, maar zong graag, zong veel. En wij hebben dat allemaal eigenlijk overgenomen. Regelmatig als we bijeenkwamen, zongen wij in koor. Met 4 mannenstemmen en 5 vrouwenstemmen. Verschillende liederen die we zongen, eenvoudige liederen. Maar 4-stemmig, soms 3-stemmig. Voor ik vertrok, kreeg ik van mijn vrienden in Eeklo een camera, een filmcamera. Ik was er geweldig gelukkig mee. Ik dacht, dat gaat van pas komen. En het was de bedoeling om, en dat deed ik dan ook regelmatig, om filmpjes op te sturen naar ze thuis, dat ze konden zien waar ik zat en wat ik deed en zo. Hazen wil graag aan het werk in China, maar de omstandigheden beslissen er anders over. Het wordt Belgisch Congo. Op tweede paasdag 1953 vertrekt pater Guido naar de kolonie. Congo is al bijna 50 jaar een Belgische kolonie wanneer pater Guido daar arriveert. De Belgen zijn trots op hun werk. Belgisch Congo kan nog een eeuwigheid mee, denken ze. De echte Congo-kenners weten beter. De Belgen zijn nauwelijks doorgedrongen tot het hart van de duisternis. Buiten hun missieposten en hun steden vol blanke ambtenaren is de zwarte ziel onaangetast. Ze blijft zich uiten in dansen en gezangen die voor de meeste Belgen alleen maar kabaal zijn. Belgen hebben wel geprobeerd om de zwarte muziek te doorgronden. Muzikologen en etnologen hebben haar bestudeerd en geregistreerd. Maar het bleef het werk van en voor specialisten. De Congolezen hebben wel vroeg kennis gemaakt met Europese instrumenten, harmonieën en maatsoorten. Soms hebben ze die een beetje naar hun hand gezet. Soms hebben ze elke band met hun zwarte traditie verloren. De meeste Afrikanen maken pas kennis met de westerse ontspanningsmuziek wanneer platen en radio in Afrika hun intrede doen. Westerse muziek, jazz en andere populaire muziek vinden hun weg naar Congo. Door toedoen van deze beschaafde muziek wordt de traditie alsmaar verder weggedrongen. Maar er ontstaan ook vrolijke mengvormen. Rumba en Congo-rock zullen de wereld veroveren. De bestemming van Guido Hazen is de missie van Sint Bavo in Kamina. Een stadje in Katanga in het hart van het Luba-land. In België is de plek redelijk bekend omdat er een militaire basis in de buurt is.
Ik had eigenlijk weinig gedacht. Ik had geen voorstelling van Congo. Dus ik kom daar, dat is voor mij een totaal nieuwe wereld. Ik werd daar direct aangesteld als directeur, een groot woord, van de lagere school van Kamina. Er waren zo'n 2000 jongens in die school en 40 onderwijzers. Dat ik toen ook al liever iets anders had gedaan, in de broeders of zo gegaan. Maar ja, van een jonge missionaris, als je daar komt, die moet eerst toch wel in de school de taal leren en zo van alles. Daar heb ik mij dan natuurlijk de eerste maanden serieus mee bezig gehouden, ook om Kiswahili te leren. Guido Hazen raakt meteen in de ban van de Luba-muziek. Het grote muzikale vermogen en de spontane improvisatietechniek van de Baluba maken grote indruk. Maar in de kerk en de school hoort hij alleen westerse muziek. Hij droomt ervan om de zwarte muziek de kerk binnen te loodsen. Toen ik de eerste dagen of weken van mijn verblijf in Kamina had ontdekt dat zij zo muzikaal zijn en de prachtige liederen hebben, was ik geweldig verbaasd dat in die kerk in Kamina uitsluitend Europese liederen werden gezongen. Met Kiswahili-woorden. De rode roos en zo van die dingen, verschrikkelijk. Ik heb dat van in het begin onbegrijpelijk gevonden. Maar ik heb dat wel begrepen. Want de missionarissen vroeger, die vonden, ik kan u dat niet kwalijk nemen, dat al wat de Afrikaanse muziek betreft, die tamtams enzovoort en die dansen, dat dat niet kon in de kerk. Dat was het heidendom, dat ging niet. Ik begrijp hen, maar ik vind het totaal verkeerd. En van in het begin heb ik gehoopt dat we dat toch ooit eens zouden kunnen veranderen. Want het is niet te begrijpen dat de zwarten dus in de kerk hun diepste gevoelens, namelijk van godsdienst, op zijn Europees zouden uiten. En ik heb dus veel moeite gehad. Het heeft die verschillende jaren geduurd eer ze dat hadden begrepen. Ook in de school van Sint-Bavo krioelt het van de zangertjes. Guido Hazen probeert ze samen te brengen in een knapenkoor, de Troubadours. 45 jongens en 15 leraars. Lagere school, in de klas, ik liet die zingen. En ja, zo selecteerde ik een groepje. Dat heeft eigenlijk niet zoveel werk gevraagd. Ze zingen allemaal geweldig graag. Dat zit in hun natuur. Ze zingen altijd en overal in alle omstandigheden. Dus ze waren graag bij dat koor. Maar ik heb dan wel geprobeerd om goede stemmen bijeen te krijgen. Tot Jumadjana. Tolianza kufunza uye wimbo mupia. Leo nataka mani ingine kusikia kila sauti moja moja na manot. Muke tayari? Ndiyo mpe. Sasa sauti ya kwanza. Sol do. Sol do 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 mi mi re si do. Ne apili? Sol do mi 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 ra ra re do. Ne atatu? Quand je suis devenu instituteur ou M. Guido était directeur à l'école primaire Saint-Bavon, ici à Kamina, bon, il a fait appel à mes services pour que je sois troubadour. Alors qu'est-ce que cela signifiait pour vous à cette époque-là? Ah, c'était une fierté. Parce que comme je dis, je chantais. C'est une fierté pour moi, c'était une fierté. De troubadours waren al zeer goed bekend, omdat zij goed zongen. Iedereen hoopte, elk kind hoopte, dus een van de troubadours te kunnen zijn, te kunnen worden. Dus het was een groot kans als je daar opgenomen kon worden.
Bij de troubadours was de sfeer natuurlijk heel, heel leuk. En ik herinner me zeer goed dat, dat er veel vreugde was. Na 4 uur riep ik die kinderen bijeen, waren kinderen van 8 tot 12 jaar, die ik had geselecteerd in de verschillende klassen, zo'n beetje. En wij zongen daar eerst hun eigen liederen, maar gewoon laten zingen. Dat was de Wilde Boer in het begin. En ik voelde wel aan dat die liederen fantastisch mooi zijn, maar dat die zo niet altijd zo mooi gezongen werden. En ik had dan zelf een methode, als je wilt, uitgedacht. Omdat ik vond, we moeten die mensen niet zeggen wat ze moeten doen. Ik begon hen ook Europese liederen aan te leren. En tot mijn verbazing waren ze direct mee weg. En dat wist ik wel, hoe dat moest gezongen worden. Gelijk beginnen, gelijk eindigen en zo van die dingen. Maar zij volgden mij automatisch wat ik, welke teken, welke gebaren ik dan deed. Ze verstonden direct wat ik wou bereiken. En het eigenaardige is, wat ik ook wel eigenlijk verwacht had, dat door het feit dat ze Europese koorwerken op een goede manier leerden zingen, begonnen ze die vorm van esthetiek, als je wilt, ook toe te passen op hun eigen liederen, zonder dat ik het zelf zegde. Zij begonnen te voelen dat hun liederen eigenlijk toch de moeite waard waren. Want eigenlijk, en dat heb ik herhaaldelijk ondervonden, eigenlijk waren zij een beetje beschaamd over hun eigen muziek. De troubadours luisteren de zondagsmis op en treden geregeld op voor de Belgische soldaten in de basis van Kamina. Het eerste openbare optreden voor Blanken in het Hôtel de la Gare in Kamina is een groot succes. Het publiek is enthousiast. Congo bezoekt, staat ook Kamina op zijn reisweg. Pater Guido en zijn troubadours gaan Buana Kitoko toejuichen. We gingen daar naartoe met niet alleen de troubadours, maar de kinderen die vrij waren, onderwijzers die vrij waren. Dat was namelijk om de basis in Kamina te doen. 40 kilometer van de cité waar ik woonde. Dus wij hebben dan de koning gezien op afstand zo. Ik heb daar ook opname gedaan met de film, dat is helemaal mislukt. Beelden die op elkaar waren. De troubadours werken vol overgave aan hun repertoire. Ze krijgen alsmaar meer belangstelling. Bezoekers zijn opgetogen en verspreiden het goede nieuws. Op zekere nacht kregen we bezoek van monseigneur Guffes, die de
voorzitter was van de katholieke missie, paviljoen van de katholieke missies voor de expo. En die kwam eens horen, luisteren naar ons koor. We hebben toen een uitvoering gegeven en die was geweldig gecharmeerd. En die zei, je moet absoluut komen naar de expo. Wij waren daar natuurlijk heel blij mee. En op het einde van in september 1956 hebben we dan een brief gekregen. Ik heb die brief hier nog altijd. Van het Koninklijk Hof. Dat die monsignor Gufus, die had een aanvraag gedaan aan de koning. Of wij de titel mochten dragen, troubadour van koning Boudewijn. En dat werd ons dan toegestaan, officieel. We gingen dus naar de Expo 58, maar niemand van ons wist wat dat eigenlijk allemaal betekende. Ik ook niet. Het gevoel dat wij gehad hebben toen wij vernamen dat wij naar de tentoonstelling mochten gaan, was echt indrukwekkend. Het was onverwacht en ook ongelooflijk. Dès l'annonce de notre voyage pour la Belgique, tout le monde était enthousiasmé. Tout d'abord, on ne s'y attendait pas. On croyait à quelque chose d'irréel. Einde maart 1958 verzamelen de troubadours hun bagage voor de grote reis. We hadden dus verschillende instrumenten meegebracht vanuit Congo. Verschillende soorten tamtams, maar ook seintrommels en ook madimbas. En madimba, dat is een soort xylofoon. Dus houten latjes met daaronder kalabassen. En dat klinkt enorm mooi en warm, vind ik. Dat zou volgens mij het orgel moeten worden in Afrika. Tout le monde attendait ce jour-j. Et on ne dormait pas. Le sommeil lui-même ne venait pas. Over het algemeen was het een groot feest, omdat we die nieuwe wereld gingen ontdekken. Maar er was ook natuurlijk angst. Ik denk aan mijn grootvader die geloofde dat de blanken mensen aten. En die wou me niet laten vertrekken naar Europa. En dat heb ik gedaan zonder hem te verwittigen. Vous savez, ici chez nous, nous disons, l'œil a peur. Mais dès que le pied s'y met, tout devient facile. Op 24 maart landt de groep in Melsbroek. Een grote groep bewonderaars staat hen op te wachten. Ook monseigneur Gufus komt de troubadours begroeten. De eerste indruk was het koud. Het was zo koud. We hadden gehoord dat Europa zeer koud was, maar zo koud was helemaal onverwacht. Het koor zal 6 maanden in België verblijven. Het wordt ondergebracht in het CAPA, het ontvangstcentrum voor Afrikanen in Tervuren. Alle 400 Congolezen die iets met de Expo 58 te maken hebben, wonen daar samen. De jongens lopen er ook school, maar daar wordt niet in overdreven. Wij waren daar om muziek te doen. We moesten bijna niet naar school gaan. Stel je voor, een kind, 6 maanden zingen, dat was een droom. En wij waren daar heel goed ontvangen. Wij aten zeer goed. Wij kregen mooie kleren. Voor ons was dat een droom. Het was bijna idyllisch, zo een leven. Het eerste optreden in Europa heeft plaats op 15 april, 2 dagen voor de opening van Expo 58 in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Voor een bomvolle zaal brengen ze Europese en Congolese muziek en een aantal improvisaties. Kabamba, kabamba.
Je me rappelle le premier concert que nous avons exhibé là, c'était au Palais de Beaux-Arts de Bruxelles. C'était notre thermomètre. Et vraiment, ce concert, nous l'avons enregistré avec un succès fou. Quel applaudissement! Vraiment, c'était bien réussi. Et à la fin, le clou de cela, c'était le roi Albert Ier, Albert II, alors prince, qui avait représenté le roi Paul, hein, est descendu et a congratulé chacun de nous. Het publiek is opgetogen en de pers spreekt over een echte ontdekking. De troubadours zijn erbij wanneer op 17 april de wereldtentoonstelling haar deuren opent. Pavillon verwelkomt het koor Koning Boudewijn met een Congolees lied. Bij alle speciale gelegenheden zijn de troubadours present op de expo. De zwarte zangertjes worden een van de attracties van het Congolees paviljoen. Tijdens hun verblijf in België staan de jongens ongeveer 200 keer op een podium. Elke zondag zingen de troubadours in het paviljoen van de katholieke missies. Ze voeren er een eigen collectieve compositie uit, de Missa Luba. Een paar maanden voor ons vertrek heb ik vier van onze voornaamste onderwijzers, zangers, bij mij geroepen. Ik zeg, als wij naar België gaan, om daar te gaan zingen overal, dan zou het toch wel goed zijn dat we een mis hadden in Afrikaanse stijl. Vooral dat is een gelegenheid, zeg ik, om eens te laten zien hoe mooi je muziek is. Je hebt in hun muziek verschillende stijlen. Er is onder andere iets heel speciaals en dat noemen ze een kassala. Kassala, dat is eigenlijk een lied dat geïmproviseerd wordt op het moment zelf. De tekst, maar ook de muziek. Er is een voorzanger die de gevoelens van de ganse gemeenschap verkondigt. Die zingt dat op zijn manier, met de woorden en de muziek, gelijk hij op het moment vindt. En het koor zal op zeker moment, het koor dus de gemeenschap, de groep, zal dan invallen om in te stemmen. Wij zouden dan spreken van een refrein. Dat is dus een kassala. En ik had al bij mezelf gedacht om mijn op gang te krijgen voor een mis in Afrikaanse stijl. Ik zeg, zing een keer dat refrein van een bepaalde kassala. Dus wat de gemeenschap zingt. Ze zongen dat met die speciale woorden. Ik zeg, stop nu en zing daar een keer Kyrie op. Ik had voor mezelf al gevoeld dat dat zou gaan.
En zij probeerde dat, Joachim probeerde dat, met Kyrie te zingen. En het typische is dan typisch Afrikaans. Die drie andere onderwijzers volgden direct, hadden zo het refrein, begonnen ze dat in te kleden. En toen voelden ze het zijn, dat eigenlijk toch niet zo moeilijk. Ik zeg, voilà. Voor de credo heb ik gewoon gesuggereerd aan Joachim, zing dat eerste deel tot aan het lijden en de dood van Christus. Zing dat als een kassana. Zeg, voor het verhaal van de dood en de kruisiging van Christus zouden we dat niet kunnen zingen als een dodenlied. En dan heb ik gelukkig daar ook aan gedacht. Als de chef in een dorp gestorven is, dan laat men dat weten aan de andere dorpen door zijn trommels. Dat zijn formules die heel goed begrepen worden door de anderen. Dat is niet letterlijk. Ze telefoneren niet letterlijk. Maar dat is gebaseerd op het ritme van hun taal. En zo kunnen ze inderdaad meedelen, de chef is gestorven. We mogen niet vergeten, de Isaluba is niet gemaakt eigenlijk voor de blanken. Het spreekt de zwarte zeker veel meer aan. Vooral door te ondervinden dat men ook op zijn Afrikaans kan bidden en zingen, dat ze gewaarwerd zijn. Dat is dan niet alleen de God van de blanken die wij nu mogen aanbidden, maar het is ook onze God. Hij verstaat onze taal. De jongens, wanneer ze in het vijfde leerjaar waren van de lagere school, dan mochten ze als ze wilden gedoopt worden. Nu was het zo, wanneer we in België waren, waren verschillende jongens van het vijfde leerjaar, dus die konden gedoopt worden. En wij hebben dat kunnen regelen, dat ze dus in Tervuren, in de kerk van Tervuren, zouden gedoopt worden. En dan enkele tijd daarna zijn ze die jongens gevormd in, dat was in Civitas Dei. Natuurlijk niet gecomponeerd zoals wij dat begrijpen. Dat is een collectieve improvisatie, ik kan het niet anders noemen. Dus het staat niet op papier. Afrikaanse muziek staat niet op papier, wordt niet vastgelegd. Omdat het essentieel is dat er wordt geïmproviseerd. Tegenwoordig, wanneer de Luba of de Afrikanen die mishoren, hoewel die in het Latijns gezongen wordt, voelen zij echt diep aan dat het Afrikaans is. Ik vind het ook interessant omdat het gebeurde in de tijd dat zoiets echt onvoorstelbaar was. En wat wij in die tijd gedaan hebben, vinden we nu eigenlijk normaal in Congo, in Zuidelijke Afrika, waar men naar de kerk gaat met zijn volledige wezen.
En ik denk dat dat echt bijzonder geweest is. En om op het idee gekomen te zijn, vind ik dat een teken van een... Ja, men moet niet vrezen van een genie te spreken. Om dat zo goed te hebben gevoeld dat het noodzakelijk was. De troubadours horen tot de attracties van de expo, maar ze zijn zelf ook trouwe bezoekers. Wellicht heeft niemand de tentoonstelling zo grondig bezocht als de jongens uit Kamina. Wij kregen ook wel de mogelijkheid om de expo te bekijken. Dus we hebben op de expo niet alles, denk ik, maar toch heel veel gezien. Regelmatig hadden we een tijd om daar eens rond te wandelen en het paviljoen te bezoeken. Maar dan regelmatig stopten we om iets te zingen. Dat lokte natuurlijk altijd heel veel volk. Ce qui m'a marqué à l'exposition, c'est vraiment cette organisation. L'organisation était impeccable. Et aussi cette audace, la fierté que nous avions, nous, les Africains, de montrer à l'étranger, montrer à la Belgique et au monde qui était là, notre culture. C'était une fierté. Et aussi la façon dont nous avons été reçus. Een van de hoogtepunten van het verblijf in België is een optreden met de befaamde Wiener Zengeknaben in Laken. De twee beroemde koren mogen er samen het communiefeest van prinses Marie-Christine opluisteren. De troubadours worden hoe langer hoe meer gevraagd voor grote plechtigheden. Dat wij drie keer per dag moesten optreden. Zij deden dat geweldig graag. We gingen altijd met een bus daar naartoe. Ik moest dan uitdrukkelijk vragen van niet te veel te roepen en te zingen in het gaan. Maar wanneer alles gebeurd was, die uitvoeringen in het teruggaan, dan werd er heel de tijd nog eens gezongen. Die werden niet moe van zingen alleen. De muziek van de troubadours valt duidelijk in de smaak van het hof. Ook koningin Elisabeth komt hen opzoeken. We kregen meer en meer uitnodigingen om te gaan zingen in het binnenland. Maar hoe verder de tijd ging, hoe meer aanvragen er kwamen. Dat werd echt moeilijk. De laatste 2 maanden vooral hebben we moeten uitnodigingen weigeren, omdat we het gewoon niet aankonden. Als de home movies niet liegen, dan hadden de troubadours het echt naar hun zin tijdens hun 6 maanden in België. Toch werken ze een helse agenda af, met maar nu en dan een rustpunt. Wat zeker bijgebleven is, is het feit dat hoewel wij soms de indruk konden hebben dat de blanken die tijd heel hard konden zijn, dat we hier toch veel mensen gevonden hebben die menselijk waren, die ons heel graag hadden, die ons aanvaarden. Dat was wel opvallend. En dat ze eigenlijk mensen zijn, zoals iedereen. We hebben eigenlijk een soort evenwicht teruggevonden in vergelijking met het idee dat wij voor ons reis hadden. Ja.
publiek gaat ook de platenfirma Philips door de knieën. De belangrijkste stukken worden op plaat vastgelegd. De platen worden internationaal verspreid. Na de zomer nadert vlug de dag van de terugkeer naar Afrika. De grote onderneming is volbracht. De 64 troubadours vertrekken op 30 september 1958 terug naar Afrika. Onze terugkeer was heel pijnlijk. Ik denk dat het zo was voor veel kinderen, misschien voor alle kinderen. We waren hier eigenlijk een beetje verwend. We hadden een mooi leven. We maakten muziek, we reisden en we aten goed. En veel van onze problemen waren een beetje vergeten. En plotseling moesten we die heel pijnlijke realiteit opnieuw meemaken. Ik denk dat wij onvermijdelijk veranderd waren. In mei 1960 gaat Guido Haase met vakantie naar België. Hij denkt in de herfst terug te keren, maar de politieke gebeurtenissen beslissen daar anders over. In 1965 besluit hij een andere wending te geven aan zijn leven en uit te treden. Hij zal in België blijven en zich wijden aan sociaal en cultureel werk. Nooit meer stonden de troubadours op een podium buiten Congo. Maar meer dan 40 jaar later zingen ze nog altijd in Kamina. Se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio, sì, mandato. De Missa Luba is een eigen leven gaan leiden. Ze duikt op in verschillende speelfilms van internationaal bekende regisseurs. Each of us might at any second be blown away. Everybody's acting like we can do anything. Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate proseliti tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo. Ik kan me ook een beeld een keer nemen, hè? Heel geheel. Ja, maar c'est tout à fait comme si c'était. Natuurlijk vind ik het spijtig dat ik niet met dat werk heb kunnen voortdoen. Dus met de troubadours en zo. Want ik droomde in een tijd ook van een Afrikaanse muziekschool en zo. Dat is er allemaal niet van gekomen. Maar dat is voorbij en nee, veel heimwee heb ik toch niet. Hoewel, ik voel me nog een halve Afrikaan in elk geval.
les paramètres à cette époque étaient plus favorables. Vous savez, un chanteur, un musicien doit être tranquille. C'est-à-dire, doit évoluer dans une situation calme, bien manger, bien dormir, donc sans souci. Et les paramètres à ces années-là étaient favorables à l'évolution avec aisance de la, donc du groupe. C'est une vedette, c'est un conseiller. Lui incarne les troubadours. Quand on parle de troubadours, on voit Guido. Il est loin, mais il est loin, oui, physiquement, mais par l'idée, par l'esprit, nous sommes ensemble avec lui. Nous sommes avec lui. Tout ce que nous faisons, nous nous rappelons de lui, alors nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. Salouba en de andere muziek van de troubadours is jarenlang totaal onvindbaar geweest. Maar dat is nu opgelost. Naar aanleiding van onze historie over het koor heeft de platenfirma een selectie van hun beste liederen en de originele Missalouba op cd uitgebracht. Misschien een idee voor wie nog een nieuwjaarscadeau moet zoeken. Volgende week beginnen we aan een nieuwe reeks over de Tweede Wereldoorlog. 6 histories over de hoogste militairen van het Derde Rijk. Eerst een portret van Wilhelm Keitel. Hij had het zelfverzekerde uiterlijk van een Pruisisch generaal. Maar eigenlijk deed hij alleen slaafs wat Hitler hem opdroeg. Door die trouw klom hij op tot stafchef van het Duitse leger. Hij liet zijn soldaten de gruwelijkste misdaden begaan, omdat de Führer het beval. Aan het Oostfront vermoorden ze duizenden burgers. En toen de eigen rangen sterk uitgedund raakten, zette de stafchef nieuw kanonnenvlees in. Vrouwen en kinderen. Maar ook dat baatte niet. Duitsland moest capituleren. Het was in 1945 Wilhelm Keitel die zijn handtekening zette onder de Duitse overgave. Na de oorlog stond hij terecht in Nuremberg. Hij kreeg de doodstraf. Zijn hele levensverhaal vertellen we volgende week in de eerste historie van het jaar 2000. Wij wensen u alvast een prettig nieuwjaar toe en heel graag tot donderdag. Verzekeringsmakelaar wenst u en uw gezin een zorg.